Ja, bijzondere dag, want jullie zijn eindelijk tot een resultaat gekomen als het gaat om de terrasindelingen. Hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben afgesproken dat ondernemers die niet in de winkelstraten zitten, maar elders in Roermond, die kunnen op de website van de gemeente Roermond kijken welke voorwaarden dat er gelden en of zij in aanmerking komen voor een terrasuitbreiding. Dat kunnen ze heel gemakkelijk zelf checken. En daar zit ook een aanmeldformulier in, dus ze hoeven het alleen maar te melden. We hebben gekeken hoe kunnen we dat zo simpel mogelijk houden, zonder bureaucratie, zonder romslomp. Dus de meeste ondernemers kunnen zelf daar kijken, een melding maken en dan kunnen ze vooruit. Want we hebben als gemeente gezegd, we willen zoveel mogelijk ruimte geven, letterlijk en figuurlijk. Dan hebben we nog ondernemers, horecaondernemers aan de pleinen in Roermond. En daar hebben we gewoon plannen voor. Die hebben we samen met die ondernemers aan die pleinen gemaakt. Dan hebben we het over het Stationsplein, het Munsterplein, Kloosterwandplein, Zwartbroekplein. Daar wordt op het moment nog mee gesproken. Nou, voor die ondernemers liggen ook de plannen klaar en is er volop duidelijkheid. Dan hebben we op de markt, daar zitten we nog steeds een beetje in overleg, want het is een ingewikkelde situatie. En de Roerkade, daar zijn we vandaag ook nog volop mee in overleg om te kijken hoe we daar optimaal ruimte kunnen geven. Maar ook dat ziet er steeds beter uit voor de ondernemers. Geen roerige Roerkade? Nou, de Roerkade is altijd wel een beetje roerig en dat is ook goed. En dat maakt de Roerkade natuurlijk ook heel erg gezellig om er te zijn. Dus maar de situatie, we hebben daar natuurlijk heel weinig plek op die Roerkade. Daar combineren we al heel veel verkeersstromen met die terrassen. Dus dat is normaal al een halve job. En dat is nu met corona nog extra ingewikkeld. Dus, maar dat ziet er ook steeds beter uit, kan ik zeggen. Ja. Dus je kan tevreden terugkijken naar het overleg. En het gaat gewoon 1 juni lekker beginnen. 1 juni, Roermond veilig om op het terras te komen zitten. Veilig om te komen shoppen. Het is nog steeds niet de bedoeling dat mensen er massale dagjes uit van maken. Want ja, we zijn nog een virus aan het bestrijden. Maar kom gerust veilig naar Roermond. Fietsenstallingen zijn weer open. Je kunt overal ook naar het toilet. Openbare toiletvoorzieningen zijn weer geregeld. Dus ja, 1 juni een belangrijke dag voor Roermond. Om te laten zien dat we het samen ook veilig kunnen hebben in onze stad. Dus, en het wordt wel een beetje spannend, kan ik u vertellen. Dus even afvragen of al die maatregelen, of die ook goed ingeregeld zijn. En eerlijk gezegd blijft de belangrijkste verantwoordelijkheid bij mensen zelf liggen natuurlijk. Hè. Je moet je wel aan de regels willen houden. En dat is ook belangrijk om die ondernemers een boterham te laten verdienen. Want als bezoekers, consumenten, zeg maar, er een potje van maken, dan kan het alsnog zijn dat de boel op slot moet. En dat zou zo jammer zijn, dan missen we kansen. En dan missen we uiteindelijk ook boterhammen voor ondernemers en banen. Dus laten we het vooral gezellig houden en veilig houden op onze terrassen 1 juni.